In deze film maak ik een watermerk aan de hand van deze foto en mijn naam. En ik ga deze foto allereerst beperken tot twee kleuren: zwart of wit. En op dat zwart of wit ga ik dan later een verloop toepassen. En dat wordt zeg maar de basis van mijn nieuwe watermerk. Goed. Om deze foto om te zetten naar zwart-wit ga ik de drempel gebruiken. En dat is een filter dat vind je op verschillende plaatsen. Onder andere hierboven bij afbeelding. Aanpassingen en drempel. Je krijgt dan een klein schermpje. En daarmee kun je de drempelwaarde bepalen. En wat dit doet, is alles wat boven die drempelwaarde zit. Dus lichter is dan 128. Dat wordt wit. En wat donkerder is dan 128. Dat wordt zwart. En je kunt daar ook nog gewoon mee schuiven. En je ziet dat dat invloed heeft op mijn foto. Is dit fraai? Nee, dit is niet wat ik zoek. Want in dit geval, het gezicht vind ik zo wel aardig, maar de broek vind ik bijvoorbeeld één groot zwart vlak en van de rug kan ik ook niks zien. En ga ik aan die slider trekken, trek ik hem naar links, dan wordt bijvoorbeeld de broek wel interessanter, maar is de gezicht weg en de rug is nog steeds weg. Ga ik de andere kant op, dan vind ik in dit geval bijvoorbeeld de rug wel fraai, maar van het gezicht en dat been kan ik nog steeds niks maken. Dus dit is niet de manier waarop ik het ga doen. Ik klik op annuleren. Want je vindt drempel ook hieronder bij de aanpassingsfilters. En zoals je weet, met aanpassingsfilters kunnen we werken met maskers. En dat maakt het interessant, want dat betekent dat ik eigenlijk gewoon verschillende delen uh, met een los filter kan doen. Laat ik eerst bijvoorbeeld eens kijken naar de broek. Als ik bijvoorbeeld een waarde ga kiezen die voor de broek interessant is, maar voor de rest van de foto niet, dan kan ik dat heel simpel met het masker oplossen. Zorg dat het masker geselecteerd is, klik er anders gewoon nog een keer op. En druk op Ctrl-I om het masker om te keren. Nu is het filterdrempel niet actief. Maar pak ik nu een kwast. En ga ik schilderen over de broek. Dan zie je dat het daar doorheen komt. Ik neem ook nog wat andere delen mee in de foto. Maar stel voor dat je bijvoorbeeld over de hand heen gaat. Nou, dat is eigenlijk gewoon te. Of hieronder over het stukje bloes. Je wisselt met X gewoon heel makkelijk van je kleuren. Uh, en met zwart maak je het weer deselectief. Zeg maar. En je drukt op X en het is weer wit. En je kunt weer doorgaan zeg maar, met waar je het wel fraai vond. Nou, hier de arm valt helemaal weg en dat is echt gewoon niet de bedoeling. Dus dat gaan we anders oplossen. De broek en de voeten zijn prima in orde. En ik ga nog een aanpassingslaagdrempel toevoegen. En je ziet, heel de foto wordt weer uh, veranderd in die twee waarden. Maar mijn been blijft in dit geval intact. En ik ga weer een waarde uitzoeken waarvan ik denk van hey dit is wel aardig en laat ik bijvoorbeeld eens een beetje focussen op de rug. Nou, wederom zorg dat het masker geselecteerd is, druk op ctrl-i en ga met een kwast en een witte kleur over de rug heen. Ik voeg nog een drempel toe en dan focus ik me even op de hand. En daaronder. Nou, op zich is dit eigenlijk helemaal nog niet eens zo verkeerd voor de rest van de foto. Ik denk dat we het gewoon zo gaan laten. En op dit moment heb ik dus een contour waarin eh, voldoende tekening te zien is. De rug is te zien, de benen is goed te zien en er blijft ook nog gewoon voldoende staan in het gezicht. Nou, en dit is een vrij uitgangspunt om verder te gaan. Wat ik nou ga doen, ik ga dit allemaal samenvatten op een nieuwe laag. En dat doe ik met de sneltoets Ctrl, Shift, Alt en E. En je ziet, er verschijnt een nieuwe laag bij. En als ik nou bijvoorbeeld de andere lagen gewoon keihard weggooi. Dan hou ik alleen dit over. En dit is iets waar we mee aan de slag kunnen. Alleen moet hier al het wit nog uit. En dat is op zich vrij eenvoudig. Je gaat gewoon naar selecteren, kleurbereik. En je krijgt dit te zien. Nou, je klikt gewoon ergens in het wit en je ziet in je voorbeeld al wat er geselecteerd is. In dit geval is de selectie zichtbaar. En wat wit is, dat is geselecteerd. In mijn selectie voorvertoning heb ik dan weer het snelmasker geselecteerd en dan is alles wat geselecteerd is een beetje rood. Maar je kunt ook zeggen van nou geef mij gewoon de grijswaarde. Maar je kunt ook gewoon voor geen kiezen en dan blijf je de oorspronkelijke afbeelding in de achtergrond houden. Het is natuurlijk een beetje lastig met een twee kleuren afbeelding eh, om te zien wat er geselecteerd is als je dat op basis van twee kleuren laat zien. En vervolgens de overeenkomsten zet je terug op 0, want al het wit wat we willen selecteren moet ook gewoon puur wit zijn. En je drukt op oké. OK. In dit geval is dus al het wit geselecteerd. En waar zie ik dat aan? Ik zie aan de buitenkanten van de foto dat daar uh, de kleine stippenlijntjes heen en weer bewegen. En je ziet natuurlijk gewoon de stippenlijntjes in het midden van je foto. En heel simpel, je drukt op delete. Ik maak de selectie ongedaan door op ctrl-d te drukken. En dit is dus mijn lijntjespatroon waarmee ik aan de slag ga. Nou, ik vind dit op zich wel fraai, maar ik wil mijn naam dadelijk aan de rechterkant hebben en ik wil dat ze ook gewoon omgedraaid is. En dat doe ik heel simpel. Ik druk op Ctrl T en ik klik ergens in het midden en ik kies voor horizontaal omdraaien. En ik klik hierboven op het vinkje en dat is gebeurd. Nou, hier ga ik een verloop over toepassen. Wederom een aanpassingsfilter, zodat ik het nog kan aanpassen. En ik kies voor verloop. Klik ergens gewoon in het verloop om te kiezen wat je wil. Ik vind dit wel fraai. En dat ga ik een beetje schuin zetten. En een klein beetje qua schaal veranderen. En dit moet dus toegepast worden over de zwarte lijnen van de tekening die eronder ligt. En dat is heel makkelijk. Je kunt dit gewoon aan elkaar koppelen met een uitknipmasker. Je kunt met rechts klikken en dan kiezen voor uitknipmasker maken. Maar je kunt ook gewoon. De alt ingedrukt houden. En als je dan tussen de lagen gaat staan, dan krijg je een vierkantje met een pijltje. Klik je dan, dan is het toegepast. En je ziet, mijn verloop zit dus gekoppeld aan mijn foto. Mijn foto wordt eigenlijk een soort masker voor dit verloop. Nou, ik vind het uh, echter wel wat te rigoureus. Dus ik zet de dekking een klein beetje terug. En daarmee krijg ik dus ook een klein beetje tekening in mijn masker. De ogen worden bijvoorbeeld weer zichtbaar. Als ik de dekking helemaal uh, open zet, ja, het, het ziet er wel erg kleurrijk uit. Maar ik ben de tekening gewoon kwijt. En ik hou het even hierop. Nou, in principe, uh, dit is ook goed. Dus ik druk op Ctrl, Shift en E om dit allemaal samen te passen tot één laag. En ik ga hier vervolgens verder mee aan de slag. Ik ga mijn canvas vergroten. Op dit moment is het namelijk 900 pixels hoog en 600 pixels breed. Mijn naam moet er nog bij komen en die gaat hier gewoon niet passen. Dus ik druk op Ctrl, Alt en C om het canvas te vergroten. En ik selecteer in dit geval de pixels. En um, zeg dat we 1600 pixels breed gaan. Hier bij plaatsing kies ik de linkerkant. Je ziet dan aan de pijltjes waar de lege ruimte bij komt. Die komt in dit geval aan de rechterkant erbij. En ik druk op OK. Ik zoom even in naar totaal. En dit is wel iets waar ik gewoon verder mee aan de slag kan. Zeg je nou het canvas is te klein? Druk wederom gewoon op Ctrl Alt C. En in plaats van 1600 pixels maak ik er bijvoorbeeld 2000 van. En het is weer een stukje breder. Wordt het te breed, maak je niet druk, knippen we dadelijk gewoon op maat. Ik ga tekst toevoegen. En dat doe ik gewoon heel simpel door de T in te drukken. Laat ik eens een lettergrootte van 60 kiezen en een kleur van zwart. Mocht je nou bijvoorbeeld ook nog een copyright code erin willen zetten, dat is heel makkelijk. Dat is gewoon als je aan het typen bent de alt ingedrukt te houden en 184 op het nummerieke toetsenbord te gebruiken. En dan krijg je een copyright teken. En onderaan wil ik mijn website in een kleiner lettertype van 30 punten, gewoon de helft. Nou, het is eigenlijk allemaal gewoon net iets te groot, geen probleem. Kan ik verkleinen. Laten we het zo even houden. En ik lijn het natuurlijk een klein beetje netjes uit. Vervolgens pak ik mijn selecteergereedschap. En ik selecteer gewoon het gebied wat ik wil behouden. Dat wordt natuurlijk wel rechthoekig. En ik klik bij afbeelding op uitsnijden. Om hem op maat te maken. En dit is vervolgens mijn watermerk. Wederom maak ik het uh, plat tot alle lagen. Door op Ctrl Shift en E te drukken. En ik hou dus dit over. En dit ga ik vervolgens opslaan bij bestand. Opslaan. En dat doe ik in dit geval even op het bureaublad. Nou, ik ga het niet opslaan als een PSD-bestand, dat zou wel kunnen. Maar ik ga het opslaan als een PNG-bestand. En waarom PNG en niet als JPEG? Omdat je in het geval van een PNG natuurlijk de transparante achtergrond gewoon blijft houden. En ik druk op opslaan. Nu heb ik dus een uh, watermerk gemaakt met die foto. En een transparante achtergrond. Ga ik nu naar een andere foto en zou ik hem daar willen plaatsen. Dan kan dat op zich heel eenvoudig. Je gaat gewoon naar bestand, ingesloten plaatsen. Je gaat naar de plek waar je je watermerk hebt staan. En je klikt gewoon op plaatsen. En je ziet dat het erbij komt. Ik kan het gewoon naar rechts onder slepen. Een klein beetje kleiner maken. Op zich de verhoudingen die houdt hij niet vast. Tenzij je de shift ingedrukt houdt. En als die goed staat, klik je hierboven op het vinkje. Of je drukt gewoon op enter en je bent klaar. Het zit er dus als een nieuwe laag watermerk bovenop. In ieder geval bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!